Dus ik hoop ook eigenlijk dat ik mijn moeder ook een keer reis kan gunnen ergens naartoe. Of een andere woonplaats, een ander landje of zo. Breda Nu. Je weet het meteen. Het is komende zondag weer zover. Het is weer moederdag en dat betekent dat die dag helemaal in het teken staat van onze moeders. Ik heb alle cadeautjes van mijn moeder al klaar liggen, want mijn moeder is natuurlijk de allerliefste. Maar wij gaan vragen vandaag aan de Bredanaar waarom hun moeder iets extra's verdient op deze moederdag. Mijn moeder had een hele grote achtergrond met werk en zo eigenlijk. En toen kwam ze eigenlijk voor rust kwam ze naar Nederland, zodat ik hier rustig kon opgroeien. En daarvoor zijn we eigenlijk nog steeds hier zo. Dus ik hoop ook eigenlijk dat ik mijn moeder ook een keer reis kan gunnen ergens naartoe of een andere woonplaats, een ander landje of zo. Ja, dat is een goeie. Gewoon er altijd voor je zijn en zo en koken en als je ze nodig hebt dan zijn ze er altijd. Dus dat een beetje standaard denk ik, maar het is wel. Staat altijd voor me klaar, doet alles voor me, kan altijd bij de terecht. Ook al ben ik niet altijd de beste geweest, maar ja. Je moeder houdt toch altijd van je? Altijd, ja. Ze houdt van me, ze doet alles voor me. Hoe erg irritant ik soms ook ben. Ze heeft superveel geduld en ze staat er altijd voor iedereen en voor anderen. En iets speciaals wat erbij is gebleven? Wij zijn een paar jaar geleden samen naar Madrid geweest, moeder-zoon weekend. Superleuk, hè? Dat is mooi. Ja, het goede leven daar, hè? Dat is wat klaar staat voor me. Weet je, ik kan altijd op de rekening, dus daar ben ik wel heel blij mee. En heeft u alles iets specifieks ooit gedaan, iets speciaals? Te veel om op te noemen. Weet je, ik sta heel veel in de krijt bij de dus. Echt toen ik ergens was gestrand en dat vond ik heel lief. Wat maakt jouw moeder nou zo bijzonder? Mijn moeder is overleden helaas. Maar, wat maakt haar zo bijzonder? Wat maakt haar zo bijzonder? Het is de liefste moeder van de wereld natuurlijk. Dat is voor elke moeder denk ik wel hetzelfde. Zij heeft mij 9 maanden in haar buik gedragen. Ze staat er altijd klaar voor me. Moeilijke, goede, moeilijke tijden, maakt niet uit wat, snap je? Je kan altijd bij haar terecht. Bij je vrienden niet altijd, maar bij je moeder altijd. Moeder is er altijd, hè? Daarom, man, dat is het. Ze is heel lief en aardig en zorgzaam. Heeft ze iets specifieks voor je gedaan, wat haar zo bijzonder maakt? Ik had een tijd heel moeilijk en daar is me dan doorheen geholpen. Ja, ik heb een ontbijtje besteld voor mijn moeder bij mijn werk. Dus die wordt dan 's ochtends afgeleverd en dan ga ik nog iets extra's kijken van mijn moeder. Breda Nu. Je weet het meteen.